Hoi. Oh, hoi. Weer vanuit de auto. We gaan appels plukken. In Rome. Appelmoes maken. Ja, we gaan zelf appelmoes maken daarvan. Dus hoeveel kilo zouden we nodig hebben? Het is 1,50 per kilo wat ik zou lezen. Een receptje opzoeken. Zo. We gaan appels plukken. Op de boerderij De Buitenhof of zoiets. In Rome. In Rome. Dus het is 20 minuutjes rijden. Lekker dichtbij, lekker in de buurt. Geen 4 uur nu dit keer. Nee. Dus gaan jullie weer meenemen. Doei. Nou, we zijn geavonteerd. We lopen wel tussen de appeltjes. Zie ze al hangen. Lekker. Het ruikt hier eigenlijk wel een beetje alleen naar zuur fruit. Ja, van die rotte appels zijn dit. Ik heb een mandje. Een appelmandje. Appelplukmandje. Je hebt een hoed. Ik heb een appelplukmandjeshoed. Oh, kijk zo, hier hangen hele grote. Ja, maar hier mogen we niet in. Nee, maar hier hangen ook bijna geen appels. Loopt ze dan door met het mandje? Kijk, dat zijn goudere net, dat allemaal, maar dit is Elster. En dat afgezet was met Jonah. Oh. Dit is wel heel mini hoor. Oh, daarboven, dan moet je gaan klimmen denk ik. Daar kom je toch niet bij? Oh jawel, dat gaat wel. Ga jij eens even kijken of jij dat kent. Een appeltje plukken. Ja, als ze rode blosjes hebben, werd er gezegd. Ja, die is ook wel goed. Als ze jouw mandje dan voor de Elster nemen. Dan nemen we mijn mandje voor de goudrenets. Renetten. Met steeltje? Met steeltje. Yay. Ja. Met nee, dat blaadje eraan laten zitten. Te laat. Dat is niet mooi, nee. Het is gevallen. Het is gevallen. Je ziet om mee. En daar ga je appels. Ik heb hem wel. Wat is dit? Hier zit ook heel veel mooie rode. Wat was dit ook alweer? Was dit nou goud erin net? Volgens mij wel, ja. Oh zo, deze zit helemaal vol. Ja, dus puntjes zijn natuurlijk met vaders, hè? Is rot. Dit is wel erg groen. Hè? Die hè, die. Ja, die zijn mooi, ja. Ik doe precies wat niet nodig. Oh, wacht, daar zie ik ook een mooie. Kijk, ik sta er niet bij. Kom, kom. Laat ze aanvallen.
Kijk, daar gaan we met de appeltjes. Helemaal te vol. Kijk uit dat ze er niet uitvallen, hè? Ja. Zeg, rood kapje, we rijden. Hey, hey. Ja, die zijn ook mooi. Er zit één rot ertussen, hè? Mijn schatje heeft bypass appels gevonden. Kijk, dat is toch schattig? Hele kleintjes. Dat zijn baby appeltjes. Nee, rode. Kijk, die voor Halla? Maar je moest met een rode blos moest ja, die is plukken, ook, dus. Die is ook goed. Oh, die is gevallen. Die is voor Halla. Die was gevallen. Ja. Welke wil jij? Ga je lekker? Een slak erbij. Dat is pas natuur. Nou, had die slak ook niet verwacht vanmorgen toen hij wakker werd. Hè? Had die slak ook niet verwacht vanmorgen toen hij wakker werd. Dat hij geplukt zou worden. Dat hij nou op de grond lag. Nee, hier zitten geen minis meer. Er is er weer één gespot hoor. Daar gaat ze hoor. Kijk, 1, 2. Wat kan je bij schat? Kan je duwen? Trekken? Ja. Nee, maar dat heb je zonder takje. Ja, nou ja. Is ook niet erg. En die is ook wel mooi. Oh, ze ziet nog een mooie. Kijk, duwen. Oh, maar ik zie daar nog meer een mooie rode. Oh, nou dan loop je er tussendoor. Leg hem maar hier op. Duwen. Draaien. Ja. Dat is nog hele techniek, hè? Ja. Duwen, draaien, trekken. Zullen we even naar de overkant? Oh, dat is ook een mooie, ja. Maar sommige laten makkelijker los dan de anderen. Nou, die zijn misschien wat rijper dan. Maar een mandje raakt toch gevoerd. Oelala. Gaat lekker. Nee, die is boos. Oh, ze gaat niet lekker. En die ernaast? Die? En die daarboven ook? Oh, die nou op de grond valt. Ja, met stok. Met stok, ja. Oeh. Nee. Ook niet? Ja. Blijft die natuur goed ik. Ja. Nog een mooie. Kijk. We hebben net elstars geplukt. We gaan nu voor de goudrenet. Dus ik denk dat we even helemaal naar de achterkant moeten gaan, schat. Nou, onze mandjes zijn vol. We gaan ze even afrekenen en dan gaan we door naar de peer. Ja. Jij hebt een vol mandje. En ik ook. Echte boerderie leven dit, hè. Met de varkens. Olie. Wat gaan we nu doen? Peren plukken. Peren plukken. Peren. We gaan peren plukken. Peren plukken. Lekker hoor. Wat gaan we daarmee maken? Stoofpeertjes. Ja, maar ik weet niet of dit de goede peren daarvoor zijn, schat. Stoofpeertjes. En we zijn bij de perenboom. Ja, gooi het maar in de emmer. Ze wel groot, hé. Je lijkt er niet op. Nee, ik heb geen perenhoofd. Nee, je hebt geen perenhoofd, nee. Ook geen perenfiguur. Nee. Ga je buiten zien? Een hele emmer vol met peren. Ik kan het bijna niet optillen, zo vol is die. Nou, ook maar even... kettlebell oefening met ja, hoeveel kilo denk je dat het is? Ik denk
Ja, vier denk ik zeker wel. Maar dit is een varken met haar. Er zit een goudrenet varken. Er zit een goudrenet varken. Oh, die biggetjes zijn echt super cute. Waar wil je peren? Ja, ik wil peren, maar ik heb peren in de tuin. No cute. Nou, dit is de buiten van vandaag. Ben je tevreden? Ja, ik ook. Ja. Dus dan gaan we naar huis gaan bakken met de appels. Want de peren moeten nog even rijp worden. Waar ben je? We zijn thuis. Ja. Het is volgende dag. 24 uur later. En we gaan appelkompot maken. Dan moet ik wel afwassen. Ja. Alsof ik zo vies ben. Ik heb vorige week nog maar was. Wow. Een kilo appels, hè? Onbeschild. Ja. Zo, de appels. Goudrenetjes. Goudrenetjes, 1 kilo. Ja. Oh, mooie appeltjes hoor. Zelf geplukkerd. Zelf geplukkerd, ja. Ja, nee, dat is wel goed. Je had gewoon één te veel gedaan. Gier. 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 Okay, met je mooie tassie. Ja. Je appeltassie. En dan als je dan een beetje scheelt, dan kom je misschien nog een kilootje. Dus die mag je even gaan schillen. Ik. Ja, jij, want ik ben met de vijgenjam bezig. En ze zijn gezeild. En voilà. Goed gedaan. En voilà. Niet zo agressief, joh. En voilà. En wat gaan we nu doen? Weet niet. Weet je dat niet? Ik denk dat we ze op het vuur gaan zetten. Ja. Ja toch? In de pan. Ja, dat snap ik. Met kaneel. Ik snap dat we het niet in de plastic bak op het vuur gaan zetten. Nee, net naar mee. Met kaneel. Ja. Laten wij dat nou nog net in huis hebben. Oké, kaneel. Dus moeten we 6 hiervan, want het is een halve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. En dan een beetje vanillearoma. Doe maar een klein scheutje. Iets meer. Ja, ze is goed. Ja, omdat het ook opgelost wordt in alcohol, dat spul. Ook bij elkaar gieten. Ja. Een theelepeltje kaneel. Maar dat doen we even op gevoel. En een beetje suiker. Dit is wel ongeveer de hoeveelheid van. 2 zakjes vanille suiker. We moeten even een beetje improviseren. 100 gram lasagne. Daar ben je fan van, hè, rozijnen? 100 gram lasagne. Maar het is zonde. Het is echt zonde. Het aanrecht is ook zeiknat. Ja, dan komt een beetje verkopen. Nou, het valt allemaal. Ik heb er nog één gek van. Nou, dan gebruiken we die. Ik denk dat dat wel 100 gram is. Nou, dat is 50, denk ik. Wauw. Nou, als dat wel 30 is. Moeten die dan niet eerst bellen? Nee, dat hoeft niet. Bellet? Nee. Bellet. We zijn er bijna. Zo.
En 100 gram rozijnen. Rozijnen. En dan gaan we even het vuur aansteken. Hoppa, lekker koken die handel. Het is dat jullie niet kunnen ruiken hoe lekker dit ruikt, jongen. Oh. Ja, het ruikt wel echt naar appeltaart. Appeltaart, ja. Appeltaart. We gaan hem appelflappen bakken. Ja, ook nog. Ja, want we hebben appels zat. Dus we moeten er vanaf. Hoeveel kilo hadden we? Kijk, we hadden iets van 9 euro aan appels. 1,50 per kilo. 2 kilo of 6. Ja. Kilo nou, we hebben nu een kilootje van gebruikt. We hebben nog 50 gehad. Kijk, we hebben nog... dit is aan appels. Dit zijn de L-Stars. Dit zijn die goudenets en die hebben we nu gebruikt voor de... Oh ja, ja. Daar hadden we ook iets minder van, toch? Daar hadden we iets minder van. Dit zijn de L-Stars. Waar zijn mijn baby's? Nee, ik had kleinere baby's. Oh jawel, deze waren het wel. Ik had nog kleiner, toch? Nog kleiner? Ja. Oh, deze. Baby baby appeltje leken met. Ja. Dit is één snackje voor mij. Ja. Nou, het is een soort van gelukt. Het is gewoon meer appeltaart mix geworden. Het is de half uur staan koken, maar het is niet helemaal kompot, maar het is wel heel lekker. Volgende keer misschien even met andere appeltjes proberen. Met Elsters misschien. Ja. Da-da-da-da. Ziet er misschien niet zo lekker uit. Maar dat is het wel. En zo meteen gaan we nog even appelflappen maken. Ja. En dat laten we ook wel even zien, omdat ze zo aardig zijn. Ja, maar dan gaan we dan de andere appeltjes gebruiken. Elstarretjes. Kijk wel even. Elstarretjes. Elstars. Denk het wel. Dit zijn even gedoe. Ja. Het staat helemaal onder de appelkompot. Nee, dat is een grapje. Maar we gingen appelflappen maken, maar het is weer iets anders geworden. We gaan nu baladerdeeg baladerdeeg. Niet zo. Is niet leuk. Is niet leuk, ja. Snilleuk. Maar bladerdeegplakjes met zelfgemaakte vijgenjam en dan een appelschijfje erop. En dan een beetje suiker, denk ik. Yummy, yummy. En dan in de oven op 200 graden. En dan, nou ja, we gaan wel even wat in elkaar flansen en dan zien jullie zo wel het resultaat. Oké, jam is uitgesmeerd. Wat voor jam is het eigenlijk? Eigenlijk. Oh, hebben we die zelf gemaakt? Zelf gemaakt erbij. Ah, oké. Okay. De appelschilster van Rotterdam. Een paar plekjes in de natuur. Ja, maar ja, dat bakt wel. Bakt wel eruit, joh, de plekjes. Hm? Zo, dan gaan we hem eens even doorboren. We waren net op zoek naar de appelboor. Gevind! Dat huis over ook, maar is gevonden. Hij lag gewoon in de keuken. Ja. Hoppa. Doe je dat toch handig? Ja, hè? Ik ben ook heel handig. Kijk je uit, dan zitten we daar ook op de EBO. Nee, maar daarom doe ik het ook via de bovenkant. Omdat het scherpe randje ook daar. Ja. Ja, nou. Doe maar plakjes maken. Een plakje op. Ik denk weggooien, want je wil altijd met een nette aanrecht werken. Ja? Ja? Het werkt het lekkerst. Voilà. Jij pakt een mes en jij gaat de plekjes snijden. Ongeveer een half centimeter dik. Voilà. Uitkijken voor de vingers. En voilà.
En voilà. Ja? Klaar? Is mooi? Prachtig. Wat? Ja. Prachtig. Goed gedaan. Oh. Voilà. Nee, leg hem om. Un. Deux. Trois. Quatre. Oh. Mag die niet meedoen? Nee, die moet jij opeten. Zo, die proeft ergens alsof ze zelf geplukt zijn. Rietsuiker. Oké. Dat heb ik even over de appeltjes heen gesprenkeld. En nu ga ik even de randjes insmeren met een geklutste eitje met mijn KV-kwast. In de soepkom. Kijk, daar gaat ze hoor. Hey. Kijk eens even. Oh la la. Dat wordt smikkelen en smullen. Oh, wat mooi. Een vliegende schotel. Hou je mond jij. Waarom? Waarom hou je mond jij? Kun je het beter dan? Nou, dat zeg ik toch ook niet. Ik vraag me alleen af wat het idee daarachter is. Ja, dat weet ik niet, een hoger randje. Ja, we willen geen voedselverspilling, nee. Dat willen we niet. Nee, dat is gewoon zonde. Ja, dan maken we er een vliegende schotel van. Dat is ook kut. Gaan ze hoor, die mooie jongens. Hoppa. En hoe lang? Een kwartiertje. Kwartiertje? Ja. Nou, die kookwekker is ook een beetje aan vervanging toe. Ja, dat is allemaal oude meuk, hè? Als je jaren niet gebruikt. Nou, helaas mag ik hem niet open doen. Dus jullie moeten even zo meegenieten. Maar ze worden niet bruin, zegt ze. Maar hé, dat stukje, die bladendeeg die je over had, die wordt wel bruin. Wel? Ja. Ja. Maar het wordt vast lekker. Kijk, die is zo boos. Nou, moment van de waarheid. Ze zijn klaar. Oeh. Nou, zo lekker vind ik het er niet uitzien hoor. Nou, ik wel. Ik vind die wel heel mooi. Die ja, dat mislukt hè. Ik zei toch, dat wordt nog degene die het mooiste wordt ook. Waarom vind je het er niet lekker uitzien dan? Nee, ik weet niet. Niet hoe ik het in gedachten had. Ja, maar ja. Nou. Zo zie je maar dat uiterlijk niet altijd wat zegt. Het gaat altijd om een innerlijk. Want ze zijn wel echt heel lekker. De vijgen jam doet het hem ook heel goed. Ja, het is echt, ja. Het is echt een verrassend... Weer goed verzonnen. Ja. Creatief brein, nee, hier. Dus, ja. Wil je het recept? Krijg je niet? Moet je eerst abonneren en liken. Ja. Dus, anders krijg je niet het recept. Daar abonneren. Ja. Doei. Doei. Auf Wiedersehen.